Gaat de grote asielstroom naar Nederland zorgen voor maatschappelijke ontwrichting of niet? De veiligheidsregio's kwamen gisteravond bijeen. En tijdens dat extra overleg deed staatssecretaris Erik van den Burg een beroep op de burgemeesters van het Veiligheidsberaad. Met name over de crisisopvang. Ik heb twee vragen gesteld. Eentje formeel aan het Veiligheidsberaad. En dat is de vraag of de crisisnoodopvang in Nederland langer open kan blijven. Omdat we die plekken echt niet kunnen missen. En de tweede vraag die ik heb neergelegd, maar het is niet zozeer een vraag aan het Veiligheidsberaad, maar wel aan de 25 burgemeesters die het Veiligheidsberaad vormen, omdat ze ook de grootste gemeentes zijn in het land, is de grote groep mensen die we hebben, die nu nog onder de regeling van de Oekraïners vallen en per 5 maart niet meer. En dan dus van de ene locatie naar de andere locatie zouden moeten gaan, hoe we daarmee om zouden moeten gaan. Ja, u liet gisteren na afloop van het Veiligheidsberaad weten dat u aan uw grens zit. Betekent dat dat u niets meer kunt doen? Nou, dat betekent dat inderdaad slechts een oproep meer locaties openen niet doenlijk is. Het is zo dat al die gemeenten ook gisteren weer zeggen, en dat zeg ik ook, wij gaan niet over het beleid. We hebben te doen wat er aan de hand is. Maar onze opvang is vol en sterker nog, heel veel opvangen worden gesloten, omdat die zeker in Friesland in de zomer weer voor toeristen worden gebruikt. Nou, dan kan je nog een dak boven het hoofd regelen. Maar waar het vastloopt, is dat de zorg het ook niet meer aan kan. Waar haal je artsen vandaan? Dit zijn mensen, zeker de mensen uit de Oekraïne, hebben veel extra zorg nodig. Kinderen hebben onderwijs nodig. Wij worden meteen aangesproken op het moment dat we dat niet voldoende leveren. Nou, dat loopt vast. En onze oproep is van, als je zegt meer opvang, dan zijn er twee mogelijkheden. Of er wordt geregeld, maar ik zou niet weten waar je de mensen vandaan moet halen, meer zorg. Of we moeten toch afschalen in wat we aan voorzieningen bieden. Maar dit allemaal op het bordje van gemeente gooien werkt uiteindelijk niet meer. En dat is wel de klem waar we in zitten. En is dat ook hoe andere burgemeesters in dat Veiligheidsberaad op dit verzoek reageerden? Nou, de staatssecretaris en volgens mij ook de voorzitter Hubert Bruls hebben wel precies aangegeven hoe het is. Er is bij niemand die zegt van ik doe niet mee, dat soort woorden. Maar ik heb ook wel gisteren gezegd, ik kan gewoon niks meer beloven. Ik kan mijn best doen. Maar bijvoorbeeld in Leeuwarden hebben we zo'n 500, 600 opvangplekken op dit moment voor Oekraïners. Die houden allemaal per 1 maart op. Dus we zijn al met stoom en kokend water bezig om de huidige groep voor 1 maart te hervestigen. Nu komt daar nog bij dat de mensen die in die Oekraïne-opvang zitten en die oorspronkelijk niet uit de Oekraïne komen, langer in die opvang moeten blijven. Ja, dan heb ik weer heel veel plekken minder. Ja. Dan kan wel gezegd worden, ja, het moet. Dan kom ik dus weer terug met, daar is de grens wel bereikt. En dat is, ik vind dat we als gemeente dus echt gewoon een verantwoordelijkheid hebben. En die wordt ook echt gevoeld. En ik merk ook bij de samenleving, zeker in Friesland is dat altijd zo geweest. Men wil wel opvangen, maar deze crisissituatie loopt hier vast. En daar moeten wel antwoorden op komen. Dus we hebben ook geen conclusies getrokken. Nee. De vraag is gesteld. Er is gezegd, wij begrijpen dat er een probleem is. Maar dit soort dingen moeten nu wel opgelost worden. En is het dan ook zo dat er, ja, hoe wordt er dan op gereageerd? Wat is de sfeer in zo'n gesprek? Want iedereen wil dus wel, maar kan niet. Leidt het dan tot irritatie? Of is het een soort hulpeloosheid? Nou, het is wel een kwestie van elkaar begrijpen hoe de situatie is. Dus kijk, wij gingen er allemaal naartoe, wel wetend wat de vraag was. Ja. En we gingen naartoe, terwijl de staatssecretaris ook wel vermoedde wat voor antwoord hij kreeg. Dus het is een gezamenlijke opgave. Ik vind wel, we hebben in het najaar afspraken gemaakt dat de gemeenten opvang langer open zou houden. Mm. En dat zou dan tot 1 januari zijn. Dan weet je al, ja, dat wordt vast weer later. Ja. Maar van de kant van het kabinet zou worden geregeld een wet die dan de spreidingswet heet. Ja, dan zegt de staatssecretaris, ja, maar de Kamer, daar gaat hij niet zomaar doorheen. Ja, dat weet ik wel, ja. Maar wij moeten leveren. Een andere was dat men een aantal maatregelen zou nemen om te zorgen dat er minder mensen hier naartoe komen. Dat was de gezinsmaatregel. Dan zegt de rechter nee. Gemeente, doe het toch. Ja. Maar wij komen nu ook aan die grens. En ik merk wel dat daar de grote klem aan het ontstaan is. Dat dit vast aan het lopen is. Ik heb wel zoiets, wij willen mensen goed opvangen. En we hebben vorig jaar een grote hal gehad waar 600 mensen in zaten. Dat doen we uit sociale overwegingen. Maar er is alleen maar kritiek op het feit dat de opvang niet het niveau heeft. Ja, kan ook niet allebei. Je kunt niet beter. Je kan niet meer. En dat wordt de klem van het voorjaar, denk ik. Ja. Politiek gezien is hier natuurlijk ongelooflijk veel aandacht ook voor. Die spreidingswet inderdaad, die kwam niet zomaar door de Kamer. Wat voor andere opties hebben zij om nu op korte termijn dit soort gemeenten lucht te geven?
Nou ja, er wordt heel erg naar Europa gekeken. Hè? Gisteren was er een groot, woensdag moet ik zeggen, een groot debat in Brussel over migratie. Volgende week is er een top waarin daar weer over gesproken wordt. En er wordt nu steeds meer geroepen, ja, moeten we niet toch naar, nou ja, heftigere maatregelen, een hek rondom Europa, een instroombeperking, we moeten iets doen. En dat zie je in Europa ook steeds meer leven. Ja, en een hek om Europa. U heeft toen u nog CDA-fractievoorzitter was, heeft u gepleit voor meer digitale grensbewaking. Eigenlijk toen al met het idee, we moeten opletten wie er over die grens heen gaat en dat beter beperken. Als u dat nu dan zo terugziet, met welke problemen u dan als burgemeester hiermee te maken krijgt, baalt u dan dat dat niet gelukt is destijds? Nou, ik kan gewoon zeggen ja, want natuurlijk zou ik dat graag willen. Uiteindelijk is natuurlijk het punt, de migratie komt naar Europa en daar kiest men zijn weg. Ja. Het eindigt vervolgens in Leeuwarden, Harlingen, Drachten, Heerenveen. Wij spreken, daar kijk ik nu naar. Dus de inkomst is wat ik zelf wel zie. We hebben nu in onze opvang voor Oekraïners zo'n 5000 mensen zitten die zijn met die stroom meegekomen, maar waren bijvoorbeeld studenten in Kiev, kwamen uit Afrikaanse landen, komen nu hier. Die zouden per 1 maart uit die opvang moeten. Ja, daar is ook de vraag, houden ze langer? Ik zeg wel, ja, het wordt wel ingewikkeld als ook deze groep dan nu weer in de asielinstroom komt. Terwijl dat mensen zijn die oorspronkelijk uit landen komen waar ze vanwege studie uitgegaan zijn. Ze naar Nederland komen en we nu straks waarschijnlijk zullen horen, nou, in ieder geval zullen er rechtelijke uitspraken zijn, deze mensen mogen niet terug. Daar kunnen we niks tegen doen. Dat is de uitspraak die dan gaat komen op basis van wetgeving, verdragen. Maar ik vind het moeilijk om te motiveren dat mensen die dus eigenlijk niet uit Oekraïne voor de oorlog vluchten, terug kunnen, nu zeggen, ja, maar eigenlijk zijn we toch vluchteling en niet naar een Afrikaans land terugkomen omdat het Algerije is of andere landen, waar het natuurlijk een vreselijk land is, maar zij zijn nooit gevlucht. Zij zijn gaan studeren. Maar dat soort klemmen maken dat wij dus in Leeuwarden zitten met de gedachte, ja, als deze mensen ook blijven, ja, dan moeten we dus nog meer opvang hebben. Nou, komt die weer? Die heb ik niet zomaar. En dat is een cirkel die op dit moment aan het vastlopen is. Ja, het is een lastig dossier voor u de komende jaren. Volgende week is er weer een beraad. En dan moeten jullie eigenlijk toch met antwoorden komen. Wat kunt u doen in de tussentijd? Nou, de tussentijd is dus dat is het enige probleem wat er niet is deze week. Het probleem ontstaat daarna. Mm-hmm. Bij de noodopvang die verlengd wordt, heb ik aangegeven, wij gaan zoeken, maar kunt gewoon niet beloven. Er ligt op dit moment een schip in de haven in Harlingen. Ja, dat gaat gewoon weg. Mm. Als dat weg is, heb ik het niet meer. Een andere is de opvang van de Oekraïners. Daar zeg ik van, als die langer blijven, moet dus ook de instroom daarin trager worden. Ja. Dus dat is waar u naar gaat kijken komende week. Dat zal de komende week allemaal besproken moeten worden. Ja.